bijstaan en preventie, co-creatie in de wijk en digitaliseren voor en met de eindgebruiker. En dat alles in een uurtje. Ik wilde eigenlijk beginnen met de gesprekspartners van vandaag voor te stellen. Dat is Chandra Verstappen. Zij is strategisch adviseur en projectleider bij Stichting Faros. Dat is Gera Nagelhout. Zij is professor bij Ivo Research Instituut en professor bij de Universiteit van Maastricht. En last but not least, Debbie de Jongste, directeur bestuurder van Eerste Lijn Haaglanden. Welkom aan jullie in ieder geval. Maar we hebben nog veel meer mensen die echt vanuit de wijk en regio vanmiddag ons verhaal met hun delen. Hun verhaal met ons delen, moet ik zeggen. Ja, daar hebben we hem. Dat zijn Dikkie Kingnagel, taalambassadeur bij Stichting ABC en vooral wijkbewoner in Amsterdam-Noord. Welkom. Dat is Suze de Jong. Zij is werkzaam bij het Sport Expertise Centrum en projectleider gids in de gemeente Os. En dat is Ellen Verstraten. Zij is opbouwwerker in de gemeente Hulst, bij Hulst voor elkaar. Welkom speciaal aan deze gasten, want jullie zullen ons vanmiddag meenemen door het verhaal heen. Wat ik wil aangeven voor vanmiddag is dat wij in ieder geval jullie de gelegenheid willen geven om te reageren via de chat. Dus als je opmerkingen hebt of mee wil doen, kun je dat intikken in de chat. En wij zullen die ook gedurende deze meeting blijven volgen, zodat je daar je vragen kan vergaren. En wij zullen die proberen, zowel met de mensen die landelijk actief zijn, als ook met de wijkbewoners, om die vragen eigenlijk op elk niveau ook proberen te beantwoorden. Zodat we deze middag leren van en met en door elkaar. Dus ik zou zeggen, spammen in die chat met z'n allen. Chandra die zal ons door de gesprekken heen leiden, dus het lijkt mij een mooi moment om aan jou het woord over te geven, Chandra. Oké, dankjewel. Ik zal even stoppen met share van mijn screen, zodat we heel veel mensen weer ineens in beeld krijgen. Allereerst, ik wilde even iets over de kapstok vertellen vanuit Faros. Ik werk bij Faros, expertisecentrum gezondheidsverschillen. Wij staan voor kwaliteit en toegankelijkheid van preventie, zorg en ondersteuning van iedereen, voor iedereen. En er zijn achterstanden in Nederland in gezondheid, verschillen in gezondheid. En om die te kunnen te verkleinen is een brede, integrale aanpak nodig. En daarbij moet je echt verder kijken dan gezondheid aan zich. Omdat zo'n aanpak is alleen maar effectief en niet uitsluitend effectief op het moment dat je intensief samenwerkt met de mensen die een groot risico op gezondheidsachterstanden lopen, door bijvoorbeeld de complexe situatie waarin zij leven. En die situatie kan bijvoorbeeld ontstaan door werkloosheid, armoede, schulden, taalproblemen, misschien moeite met lezen en schrijven, of misschien een migratieachtergrond, of een combinatie van al deze factoren. Zoals ik al zei, het is ontzettend belangrijk om met deze mensen samen te werken om tot een effectieve aanpak te komen. En daar hebben we met z'n allen het etiket co-creatie opgeplakt. En daar gaan we het vandaag ook grootste deel van de tijd over hebben. En wij komen in onze adviespraktijk heel vaak tegen dat beleid of een interventie en een uitvoeringsplan er eigenlijk al liggen. Dus mensen zijn met de allerbeste bedoelingen van de hele wereld en met ook echt goede plannen aan de slag gegaan. En daarna zoeken bijvoorbeeld gemeenten, interventieontwikkelaars, organisaties het gesprek met de inwoners. Eigenlijk heb je dan al twee slagen gemist. En horen we dan ook vaak de verzuchting van, we bereiken die risicogroepen niet. Waar vinden we ze nou toch? En we horen dat echt heel erg regelmatig. Het is bekend, we hebben een whitepaper geproduceerd als Faros, die gaat over samenwerken met de mensen om wie het gaat. En het blijkt dat het betrekken van mensen vroeg in het proces echt tot ander beleid, andere interventies die beter en effectiever zijn, omdat ze gewoon beter aansluiten bij de mensen voor wie je ze eigenlijk aan het ontwikkelen bent. En daarnaast heb je natuurlijk de vraag, als je dat dan ontwikkeld hebt, van hoe bereik je ze dan vervolgens ook met die interventie. Nou,
Hiermee gaan we aan de slag en ik ben vereerd om daar vanmiddag het gesprek over te kunnen voeren. Volgens mij hebben we net al zijn de gesprekspartners door Angelique kort voorgesteld. En ik zou heel graag daar wat nader op in willen gaan en allereerst het woord geven aan Dicky. Zoals aangekondigd als wijkbewoner van Amsterdam-Noord. Acteur in opleiding, zeg ik er ook bij. Hij zal een stukje uit een toneelstuk voordragen wat hij heeft waarin hij een rol heeft gehad. Ja. En hij zal, en we komen later in het gesprek verder aan toe om kennis met jou te maken. Ja. Ga je gang. Als ik vroeger slank was geweest, dan was ik naar dansles gegaan. Ik leerde dansen. Misschien had ik een leuke meid ontmoet. Dan was ik nu getrouwd geweest. Of we wonen samen. Ik had kinderen gehad, een meisje en jongen. Samen naar voetballen, zondags naar Ajax. En na afloop een patatje, zonder dat mensen je bekijken en van alles roepen. Als ik dun was geweest, had ik ook een betere baan gehad. Iemand die dun is, kan meer als iemand die dik is. Als je pakketjes weg moet brengen, zijn ze je een halve dag kwijt, omdat je zo traag bent. Als ik dun was geweest, had ik een vak geleerd. Ik was heftruckchauffeur geworden of vrachtwagenchauffeur. Dan had ik promotie gemaakt. Ik had veel geld verdiend en ik had vreemde talen geleerd. Misschien had ik wel in het buitenland gewoond, in Italië en zo, aan het Garmeer. Als ik dun was geweest, had ik ook vrienden gehad. Ik had met ze uit kunnen gaan. De starting, samen sporten, samen op vakantie, met een vriendenclub en dan kamperen of zo. Ik zou vaker mijn t-shirt hebben uitgetrokken als het warm is. Ook was ik naar het zwembad gegaan, dan kon ik zeggen, het is mooi weer, ik ga lekker naar het strand toe. En dan dat je niet wordt nagekeken of uitgelachen. Als ik dun was, had ik vooral veel eerder aan de bel getrokken dat ik moeite heb met de taal. Kijk, als je flink bent, dan doe je niet zo snel je mond open, omdat je je dubbel schaamt. Als je arm bent, dan kan je dit verbergen. Ook als je niet lezen en schrijven, maar niet dat jij dik bent. Ze zien al eerder dat jij dik bent. En dan moet je ook nog vertellen dat je laaggeletterd bent. Nou, ik denk dat dit stukje uit jouw rol, uit het toneelstuk Vetarm, heeft op mij een hele diepe indruk gemaakt. Ik ben zo meteen benieuwd hoe anderen erover denken. We komen straks nog verder bij jou terug, Dicky. Dan wilde ik heel graag aan Suze vragen, uit de gemeente Os, om zichzelf kort voor te stellen. Nou, hallo allemaal. Ik ben Suze de Jong en ik werk voor het Sportexpertisecentrum. En wij zijn projectleider voor GIDS, voor Gezond in de Stad. En onder Gezond in de Stad hebben wij onder andere Sociaal Vitaal uitgevoerd. En is het de bedoeling nu, Chandra, dat ik dit hele project verder toelicht, kort? Het zou heel kort houden dat het vooral gaat vandaag over hoe het is gelukt om zoveel mensen succesvol te bereiken in dat project. Nou ja, eigenlijk letterlijk door bij mensen aan te bellen. We hebben vanaf stap 1 gezegd binnen GIDS dat we het graag samen met de bewoners willen doen. Dus we hebben natuurlijk gegevens opgehaald bij de GGD. Maar we zijn ook meteen in gesprek gegaan met de bewoner waar zij behoefte aan hebben. En wij stellen daarbij 3... Zullen we straks eventjes kijken naar hoe je dat precies gedaan hebt? Ja. Want dan kan ik even de gelegenheid geven aan Ellen. Ja, helemaal goed. Voor te stellen en ook in een hele korte alinea. Ja. Ga je gang, Ellen? Oké, dankjewel. Jeetje, Dickie, een dikke pluim dat jij daar zit en dat je voor ons je verhaal vertelt. Hartstikke mooi. Ik ben vanuit Huls voor Elkaar, dus helemaal het zuiden van het land. Actief samen met mijn collega om bij ons Happy People neer te zetten.
Bij ons heet Gids Happy People. En wij doen dat in de eerste instantie met allerlei stuurgroepen. Allerlei mensen betrekken we daarmee om daarvan te leren en om het samen vorm te geven. Uiteindelijk zijn we met gezondheidsonderzoeken gestart. Er kwamen ontzettend veel mensen op af. En met al die mensen hebben we adviesgesprekken gevoerd. Gevraagd van, goh, wat hebben ze nodig? Wat beweegt die mensen? Waar moeten we ons vooral op richten? En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een welzijnscoach, een leefstijlcoach, waar we de mensen mee kunnen ondersteunen. Wij doen ook Sociaal Vitaal, waar we ontzettend veel goede en leuke reacties op krijgen. Dat werkt perfect. Maar we doen ook heel veel samen eten en samen koken met mensen, om veel meer bewustwording van gezonde voeding en ze toch goed op weg te helpen. Dankjewel. Ik had ook meteen eigenlijk een vraag, want we kennen elkaar al verschillende keren dat we bij elkaar komen. En nou, ergens in de loop van vorig jaar kwam naar voren de toepassing, een specifieke toepassing om te stoppen met roken in de wijk. En ik vroeg me eigenlijk, we zochten toen een aantal gemeentes om een pilot mee te draaien, om die toepassing te gaan implementeren lokaal. En kun je mij vertellen waarom de gemeente Hulst eigenlijk graag mee wilde doen aan die stopcoach pilot? Nou, binnen Happy People hebben we een breed traject en zijn we eigenlijk altijd op zoek van hoe kunnen we de mensen nou het beste helpen. En daarbij is stoppen met roken natuurlijk ook een hele belangrijke, maar dan is het ook heel erg handig dat je daar een goed instrument bij hebt. En een goed instrument ontwikkelen is niet zo makkelijk. Daar heb je ook de doelgroep bij nodig. En dat is het mooie van dit instrument, van de stopcoach. Daar is die doelgroep zo goed bij betrokken geweest. Waardoor dan wij dat heel makkelijk als middel in kunnen zetten. Het is een instrument. Daarnaast hoort ook altijd een stukje begeleiding van een coach. Van, goh, hoe installeer je nou zo'n stopcoach op je smartphone? Enzovoort. Dus uiteindelijk is het een wisselwerking. Een pilot. We hebben gemerkt dat we vernieuwingen en aanpassingen aan kunnen brengen. En uiteindelijk komen we samen tot een heel mooi middel om mensen te helpen met stoppen met roken. Oh, dankjewel. Nou, want ik heb begrepen, want wat zo speciaal is aan de stopcoach, is dat hij eigenlijk ook zo geschikt is juist voor deze doelgroep, hè? Dat denk ik dat de kracht vooral is dat er ook mensen zoals Dickie meegeholpen hebben om te kijken van, goh, zijn de termen die gebruikt worden, zijn die heel begrijpelijk? Snap ik het allemaal, hoe of het werkt? Want soms stappen wij er veel te makkelijk overheen en wordt zoiets dan toch te moeilijk weergegeven en ontwikkeld. Dat is vooral het succes, denk ik, van de stopcoach. Dat het heel laagdrempelig is en goed te lezen en te begrijpen door iedereen. En het gaat dus eigenlijk niet per se over de app zelf. Een app is op zich maar een app. Maar het gaat juist om het geheel eromheen. Om lokaal met vaardige professionals die mensen kunnen begeleiden en helpen op een motiverende manier. Om die samen in de wijk met onderlinge afspraken goed te ondersteunen. Om juist de problemen die naar voren komen achter het stoppen met roken, want dat is één ding, maar waardoor komt het eigenlijk dat zo lastig is? En nou, soms zijn dat schulden en armoede. En dan kun je dan met de professionals uit de wijk mee aan de slag. Hebben jullie dat ook zo vormgegeven in Hulst? Ja, we hebben het eigenlijk de stopcoaches ingezet op verschillende manieren. Zoals ik net al vertelde bij die adviesgesprekken van de gezondheidstesten, hebben we de stopcoach als middel aangeboden. En sommige mensen hadden geen interesse, maar anderen die gaan er toch op in. En inderdaad, die professionals die dan toch ook als coach optreden en altijd in gesprek gaan en echt die arm zijn en een steun in de rug, zijn heel belangrijk. Maar naast bijvoorbeeld onze gezondheidsgesprekken hebben we ook contacten bijvoorbeeld met mensen die naar de voedselbank komen of reïntegratiecliënten die begeleid worden door mijn collega's. En dan komen bijvoorbeeld problemen met roken. Mensen willen er graag vanaf komen, maar dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan. En dan is het heel fijn dat mijn collega's ook aan kunnen geven. Zo van, goh, wij kunnen je daarmee helpen. En we hebben daar inderdaad ter ondersteuning een app voor. Naast de ondersteuning van de professional. Oké, dankjewel Ellen. En ik vind het een prachtig moment om even wat nader kennis te maken met Dickie. Wij zitten hier in het Amsterdamse. Wat heel leuk is, een heel mooi oud-pand
aan de binnenkant, super centraal. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd, Dikkie. Uit het stuk wat jij voorlas, bleek dat jij hebt best veel gezondheidsproblemen gehad. Daar heb je ook echt wel last van gehad in je leven. Dan kun je daar iets meer over vertellen? Wat dat naast echte gezondheid verder voor problemen had? Zeg maar, ik heb later leeftijd diabetes gehad. Zeg maar, wat je klikt. Zeg maar, toen ik dik was, had ik diabetes. En ja, dan moet je allemaal dingen gaan doen. Zeg maar, je moet dingen gaan lezen, je moet dingen gaan doen. En dat begrijp je niet. Dus je gezondheid is steeds slechter. Je moet medicijnen gaan, moet je gaan zeg maar, je krijgt medicijnen. Dan moet je de, zeg maar, de buislaters gaan lezen die heel lang zijn. Dat je, met de hele kleine lettertjes wat je niet begrijpt. Dus, en dus dan moet je toch hulp gaan vragen bij mensen of bij, ik doe dan met hier mijn zus. Dan moet je toch vragen, hey, moet ik die medicijnen innemen of andere dingen. Ja. Dus dan moet je toch steeds hulp gaan zoeken om jou te helpen. En ja. Je bent toch op een leeftijd dat je zegt, ik wil zelf de regie hebben om gezondheid of andere dingen. Ja. Weet je, dat zelf. En wat voor andere dingen kwam je dan ook tegen? Want je noemde al even, je werkt niet zoveel geld misschien. Wat kwam je nog meer tegen? Zeg maar, dat je niet zoveel geld hebt, dan ging je... Zeg maar de ongezonde dingen halen, want je had niet zoveel geld. Dus je ging een winkel in en dan ging je zeg maar niet gezonde dingen halen, maar dan ging je ongezonde dingen halen. Want je kon het ook niet lezen wat voor calorieën erin zaten. Dus dat gooi je allemaal erin. Dus je kon ook zijn boodschappen doen. En zeg maar de ongezonde dingen stonden altijd beneden, dus dat pak je eerder. Als je de gezonde dingen... Ja. De gezonde dingen kon je niet betalen. Dus, want die zijn meestal duurder. Als de ongezonde dingen. Ja. Dus, en dan word je ook... Dus dan eet je ook ongezond. Ja. En was het altijd makkelijk om werk te vinden, bijvoorbeeld, Dikkie? Nee. Ik heb nooit zo makkelijk werk. Ik heb in een magazijn gewoon gewerkt. En dan kon ik niet werken. Want ik kon de dingen niet goed opschrijven. Of niet goed lezen. Want ik moet het, zeg maar, ik moet het kunnen overschrijven, want ik kan het niet in één keer zien. En dan loop je daar toch tegenaan. Ja. En toen ben ik naar een social werkplaats gegaan en toen kon ik voor mijn moeder. En dat heb ik toen afgeslagen, want toen moest ik weer gaan leren. Ja, en dat was natuurlijk moeilijk. Ja, dat was weer moeilijk. Dan moest ik gaan lezen, schrijven. Dus. En wist je toen ook waar je misschien terecht kon om daar hulp bij te krijgen? Nee. Ik kon nergens hulp bij krijgen. Toen ik daar ging werken bij de social werkplaats, hebben ze mij gekeurd op lezen, schrijven. En dat hebben ze toen zo in de maag gegooid. En dat vond ik natuurlijk nog steeds jammer, want hun hadden me misschien wel verder kunnen hebben. Ja. Dat ik misschien iets, zeg maar, een scholing kon doen om het op te pakken weer. Dus, ja, snap. Dat is dus later wel gebeurd, hè? En je vertelde dat er toch ook in jouw omgeving ook veel armoede en schulden tegengevecht. Ja. Sorry, voorkomen? Ja, want ik woon in een wijk in Noord. Daar heb je heel veel armoede, mensen met schulden. Mensen die naar de voedselbank gaan tegenwoordig. Dus dat zie je. Omdat Noord een beetje een armoedewijk is. Er wonen heel veel mensen die geen hogere opleiding hebben. Mensen met een lagere opleiding. Dus daar zie je heel veel armoede mensen die... Ja. En dat maakt het natuurlijk moeilijk om vervolgens gezond te kunnen leven. Dus het is fijn als daar eerst wat aan, als daar even ja, met elkaar naar gekeken wordt. Ja, er wordt naar gekeken. Kijk eens, er zijn daar wel initiatieven ervoor. Zeg maar, wat ze naar een supermarkt toe gaan, wat ze laten zien worden. Wat is DOROS? Is dat een welzijnsorganisatie? Ja, een soort welzijnsorganisatie. Mensen die schulden hebben, maar ook met mensen met armoede. Dan gaan ze naar een winkel toe en laten ze zien wat zonder producten, maar wat dan ook verkopen kan wezen. En is dat dan fijn, dat iemand gewoon met je meegaat om te kijken hoe het nou, waar je nou goed op moet letten? Ja, kijk eens, want zeg maar, als jij producten kan kopen wat gezonder is, maar ook goedkoper is, dat je dan wel gezonder kan leven. Dus dan ja. Dikkie, ik vind het eigenlijk wel mooi. Hè? We begonnen deze grosdialoog met we kijken vanuit jouw perspectief. Hè?
Dus vanuit hoe jij de wereld hebt ervaren en hoe jou daarin ook de helpende hand is gereikt. Maar volgens mij vooral hoe jij die zelf ook opgepakt hebt. Hè, want dat is een superbelangrijke. Ik ben wel even benieuwd als we ook kijken naar Suzanne. Maar ook naar Gera. Vanuit jullie rollen, hoe kijken jullie nou naar zo'n verhaal? Gera, jij vooral als onderzoeker, op dit domein ook. Misschien mag ik jou even het woord geven daarop. Ja, tuurlijk. Ja, bedankt Dikkie voor het mooie verhaal. Dat maakt een boel duidelijk. Of maakt in ieder geval wat persoonlijker dingen die ik dan meer uit de literatuur ken. Dingen die ik bijvoorbeeld terug hoor komen zijn schaamte, waar je het in het begin over had, voor een gezondheidsprobleem en ook voor laaggeletterdheid. Financiële barrières waar je tegenaan loopt, dingen niet begrijpen en daardoor niet goed mee kunnen komen. Niet alles kunnen lezen, niet weten waar je terecht kan. Eigenlijk een soort van opeenstapeling van barrières of belemmeringen, waardoor je niet heel makkelijk gewoon je gezondheid kan verbeteren of stappen kan maken in die richting. En ik denk dat al die belemmeringen eigenlijk aangeven dat het zo belangrijk is om vervolgens, als je dan een interventie maakt voor deze doelgroep, om dan niet zelf te gaan bedenken als onderzoeker of als beleidsmaker. Maar om dat dan samen met mensen als Dikkie te doen, zodat je weet van, oh, je moet erop letten dat het makkelijk te begrijpen is. Dat mensen weten waar ze terecht kunnen. Dus dat je met al die dingen eigenlijk rekening houdt. En ook rekening houdt met dat iemand niet alleen maar voor diabetes bijvoorbeeld komt, of om af te vallen. Maar dat er allemaal onderliggende problemen ook zijn, zoals armoede, waar iemand zich zo druk om kan maken. Dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat je het meteen over het overgewicht kan gaan hebben. Mm-hmm. Als je mag ik nog even iets aan ja. vragen. Zeker. Want we hadden het namelijk over, in dit geval is het een digitale toepassing, maar het kan ook over andere communicatiemiddelen gaan. Want ik ken Dikkie natuurlijk ook heel goed, omdat Dikkie veel voor ons aan het werk is. En wat doe jij veel bij ons? De website is de kijken wel wat de website of de formulieren zeg maar goed voor zeg maar goed te lezen is, wat er geen moeilijke woorden in staan, wat het duidelijk is, ook de website, dat het makkelijk voor de mensen wat ze erop kunnen en duidelijk is alles, dat het niet allemaal zo moeilijk beschreven is, dat ze niet dat het heel moeilijk is voor ze om op zo'n website te komen, dat duidelijk is. Goh, goed zeg. En hoe ben je dan zo daarmee begonnen, Dikkie? Ik ben een paar jaar terug, omdat ik zelf ook in de, zes jaar geleden heb ik zelf een maagverkleining gedaan. En toen kreeg ik een heel pak formulier, zo'n pak met, wat ik in moest vullen, voordat ik die maagverkleining kreeg. En er stonden zoveel moeilijke woorden, want dan moet je helemaal naar vroegen. En als iemand die laaggeletterd is of iets doet, dat die dat niet kon doen. En als het dan iets makkelijker werd beschreven en makkelijker gedaan werd, dat dan iemand makkelijker erop ging. Okay. En wat maakt jou dan zo'n goede tester? Een goede tester, waar je waar ik altijd naar kijk, is, ik weet waar ik vroeger tegenaan gelopen ben en er zitten nog heel veel mensen thuis die niet naar school zijn gegaan en die nog niet hebben opgepakt. En we gaan nou tegenwoordig naar de digitale wereld toe, dus heel veel laaggeletterd op andere mensen die dat niet doen, dat ik daar een hulpje voor kunnen gebruiken, dat hun er ook op kunnen op een makkelijke manier, dat ik niet alleen naar mijn situatie kijk, maar ook de andere mensen die dat toch niet gedaan hebben. Ja, wat fijn dat we van jou kunnen leren. Goed. Angelique nog? Ellen, ja, ik was dan ook benieuwd vanuit jouw gezichtspunt. Hè? Hoe heb jij dit project ervaren, zeg maar? En tegen welke drempels ben jij aangelopen in jouw rol als projectleider?
We hebben inderdaad wel drempels gehad, want natuurlijk, het is een pilotproject, het moet toch ontwikkeld worden. Uiteindelijk is het een lerend proces. We zagen in eerste instantie zelfs al het installeren van de app, dat was best wel lastig voor de mensen. Er was echt wel een stukje begeleiding in nodig en dat werd steeds makkelijker. Doordat we een goede communicatie hadden en steeds verbeterpunten aan konden brengen, merkten we dat goed werkte. Ja, natuurlijk met de opstart van de app, dat was ook eventjes, ook langs de kant van Faros, natuurlijk even wennen. Dat ging in het begin allemaal niet zo vlot als dat het uiteindelijk de bedoeling was. Maar uiteindelijk zijn we toch gaan ontwikkelen en met mensen aan de gang. Om mensen te motiveren echt om mee te doen, om echt te stoppen met roken. Die motivatie moet echt wel vanuit zichzelf komen. Want hoe mooie middelen dat je ook hebt... Ja, mensen moeten er toch echt wel zelf achter staan. Maar uiteindelijk is de app een heel mooi middel. Ik ben wel heel benieuwd. Die motivatie om te stoppen met roken heb je het nu over. Was het zo dat mensen alleen maar mee hebben gedaan die al gemotiveerd waren? Dus die dat al wilden en die vervolgens die app kregen? Of zijn jullie er ook in geslaagd om allerlei mensen uit jullie doelgroep te benaderen om mee te gaan doen die dat misschien nog niet van plan waren? Wat we merkten is dat vooral mensen die sowieso al in groepsverband waren. Bijvoorbeeld een groep van mensen die in een reïntegratietraject zitten. Die beweegprogramma aangeboden krijgen. Een groot deel van die groep waren rokers. En binnen die groep ontstaat er een band. En dan motiveren mensen elkaar ook wel. Dus één van de groep die start ermee en dan krijg je het enthousiasme wat of uiteindelijk uitstraalt naar die anderen. En vooral binnen groepen werkt het heel goed. Daarom zijn we nu ook aan het kijken van, goh, kunnen we bijvoorbeeld naar sociale werkplaatsen toe? Daar heb je natuurlijk ook een bepaald groepsverband, collega's onder elkaar. Want individuen op zich die naar ons toe kwamen of die mee met de app aan de gang gingen, waren eigenlijk allemaal al mensen die zelf hun intrinsieke motivatie hadden. Ja, ik was inderdaad al benieuwd daarnaar, omdat je meestal hoort dat voor deze doelgroep dat het belangrijk is dat er een groepsaspect is en dat het sociaal heel erg meewerkt. Maar de Stopcoach is natuurlijk eigenlijk een app en individuele ondersteuning. Maar jullie hebben dan toch bij de werving eigenlijk dat groepsaspect zat er dan toch in. Dat was inderdaad zeker een onderdeel. Daarnaast hebben we natuurlijk een leefstijlcoach die met mensen individueel aan de gang gaat. En dan start je natuurlijk met beweegprogramma's en tips voor gezonde voeding. Op die manier wordt er toch gestreefd naar gewichtsverlies. En automatisch ga je in die leefstijl ook kijken van, goh, waar zitten er nog verbeterpunten? En dan heb je natuurlijk toch ook wel situaties dat mensen met roken, met de rookverslaving kampen. En dan is het ook weer heel mooi dat we dat instrument van de Stopcoach hebben. Mag ik ook nog even? Ik wil eigenlijk jouw vraag zo aan de orde laten komen, Chandra. En vandaar ook nog kijken, want we hebben nu gekeken eigenlijk vanuit het perspectief van Dickie. Het perspectief van jou als projectleider, Ellen. De onderzoeker heeft wat vragen gesteld en ik ben in deze ook nog wel benieuwd naar hoe Debbie de Jongste kijkt vanuit haar regionale scope. Hè? Want dit soort projecten vragen vaak ook een regionale samenwerking. Dus naar die bevindingen ben ik ook nog even geïnteresseerd. En dan wil ik daarna graag over naar jouw project, Suze. Daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dus ik zou zeggen, eerst Chandra, jouw vraag. En dan kunnen we daarna even Debbie haar zienswijze op dit soort trajecten horen. Dankjewel, Angelique. Je haalt de woorden uit de mond. Ik was eigenlijk juist waar ik benieuwd naar was. Van hoe kijkt Debbie vanuit haar ervaring, vanuit de eerste lijn bijvoorbeeld ook? Je hebt het goed over de domeinen heen. Hoe kijkt zij ernaar? Nou, dankjewel. Wij zijn in Den Haag als ondersteuningsorganisatie van de eerste lijn begonnen. Maar we zijn inmiddels actief in de brede zin van samenwerken aan gezonde wijken in de regio Den Haag. Wij zijn begonnen vanuit de eerste lijn professionals, maar kwamen juist al heel snel bij Dickie, wat jij zegt. Maar uiteindelijk gaat het om ons. Wij wonen daar. Het gaat om ons gezonde wijk. Dus hoe maak je daar nou samen stappen in?
Met Gezond en Gelukkig Den Haag betekent dat dat we eigenlijk begonnen zijn bestuurlijk met allerlei partijen van ja, wat zien we nou en wat willen we? Maar uiteindelijk toch, ja, het gaat over die wijk waar het gebeurt en hoe doen we dat met elkaar? Ik ben nu toevallig vanochtend nog in Moerwijk geweest waar we juist met de bewonersorganisatie en bewoners aan het kijken zijn van hoe maak je juist vanuit ja, de beweging die er daar al zit, de processen die daar lopen, maar vooral het betrekken van individuele bewoners die slag om met elkaar dan die co-creatie in te gaan, in plaats van dat we het als goedbedoelende bestuurders en professionals allemaal voor jullie bedenken. Maar dat is wel, we zien dat dat eigenlijk ook precies die kanteling is waar het over gaat. Dat is voor professionals, nou, we zeggen ook allemaal wel van, hé, dat vind ik een hele mooie, want we gaan ook kijken naar juist wat er wel kan. Hè? Dus niet alleen maar vanuit de ziekte en zorg, wat kan er allemaal niet, maar juist hoe mobiliseren we nou met elkaar wat er wel kan. En dat is, ja, je begint daar nu kleine stapjes in te maken met elkaar, waarvan we ook zeggen, ja, dit is gewoon waar het over gaat, met elkaar naar de mogelijkheden op zoek. En dat betekent ook elkaar ondersteunen waar nodig. En Dikkie, jij geeft een aantal voorbeelden waar jij je ondersteund voelt, hè, door bijvoorbeeld organisaties als DORAS. Maar ik denk dat dat ook voor professionals onderling geldt. Heel veel mensen uit welzijn, hè, maatschappelijk werk, hebben al ervaring met hoe voer je nou een ander gesprek ook met bewoners, waar juist ook professionals in de zorg weer heel veel van kunnen leren en ook aan die ervaringen wat kunnen hebben. Dus het gaat ook over die kruisbestuiving met elkaar, van welke deskundigheid hebben we nou ook nodig met elkaar om het met elkaar te doen. En ja, dat is volgens mij die co-creatie ook heel erg. Ja, super. En op sommige thema's hebben we dan ook nog geen antwoord, maar dat kun je dan ook samen met elkaar onderzoeken. Ik vind het wel een heel mooi bruggetje wat je aangeeft, Debbie, om eens bij Suze langs te gaan. Het is natuurlijk altijd, we willen allemaal heel graag een gesprek met inwoners, vooral als de inwoners die uit een complexe situatie zitten, die we wat minder makkelijk kunnen vinden, of in ieder geval de netwerken overlappen heel goed. Ellen, hoe hebben jullie het bij jullie vormgegeven in het Oostwijk Sociaal Vitaal? Hoe is het gelukt om nou net die kwetsbare inwoners goed te bereiken? Ik zeg geen kwetsbare inwoners trouwens. Dat vind ik eigenlijk heel schrikkelijk. Inwoners. Ik bedoel eigenlijk inwoners die in kwetsbare omstandigheden zijn. Ja, ja, in al de verhalen van iedereen hier hoor je dat je het echt samen moet doen. Hè? En je moet het ook echt samen doen. Want ons motto is dat we willen organiseren vanuit behoeften. Maar dan moet je ook de behoeften ophalen bij mensen. En dat kost ontzettend veel tijd en flexibiliteit. Ook van collega professionals. Maar het levert ook zeker iets op. Wij hebben hier in Os mensen huis aan huis bezocht, samen met vrijwilligers die we kort opleiden in welke vragen stellen we aan mensen. Maar we gaan in gesprek met iedereen. Dus we bellen huis aan huis aan. En we leiden ze dan vooral ook op om met eenvoudige communicatie dat gesprek aan te gaan. Die eenvoudige communicatie is nog niet zo eenvoudig voor heel veel professionals, ook niet voor alle vrijwilligers. En dat hebben we samen gedaan met het taalhuis en met ervaringsdeskundigen, zoals Dikkie ook is. Hebben we een aantal vragenlijsten opgesteld die je kan toepassen als je bij iemand aanbelt. Daarnaast hebben we mensen naar een vitaliteitstest toegeleid. En ook daar gaan we opnieuw in gesprek met mensen over wat ze willen, kunnen en wat ze nodig hebben. En ook daarin hebben we samen met het taalhuis die testen en vragenlijsten doorgenomen. Dankjewel. En ik heb ook begrepen toen we aan het voorbereiden waren, dat de testen werden afgenomen door verschillende professionals, hè, in de wijk. Dus dat echt ook in die zin een soort samenwerkingsverband wordt. En als er vragen waren die niet zoveel met die vitaliteitstest aan zich te maken hadden, dat er dan meteen stappen gezet konden worden. Ja, absoluut. Wat was betrokken bij jou, bij dit project?
Ja, er zijn heel veel, ik noemde het net al collega professionals, want zo voelen wij het. Het zijn allemaal mensen van verschillende organisaties. Welzijnsorganisaties, zoals jullie zien, het net hebben gehoord, kom ik uit de sport. Maar ook de GGD, GGZ, schuldhulpverlening van de gemeente, de woningbouwcoöperatie. Mensen uit allerlei verschillende organisaties. En als je het gesprek dus aangaat met mensen over wat wil je, wat kun je en wat heb je nodig, kan er van alles uitkomen. En als je dan korte lijntjes hebt met collega-professionals, zoals wij ze dan hier noemen, dan kan je mensen ook direct aan iemand verbinden, aan iemand met een gezicht ook. Ja, prachtig. Prachtig. Wat vind je daarvan, Dikkie, van dit verhaal? Ja, vind ik wel goed, maar het is een goed product, zeg maar, wat je mensen benadert. Ja. Maar ik denk wat je ook in sommige steden ziet, dat mensen, daar kom je aan de deur, maar dat vertellen ze niet gelijk waar ze mee zitten. Ik denk dat je dat verschil hebt. Ja. Sommige mensen zijn niet gelijk wat ze alles vertellen waar ze mee zitten. Dus, klopt. Dus ik denk dat je dat, als jij bij mensen op de stoep komt staan en je gaat vragen huis aan huis. En je komt op plaats bij mensen thuis en je gaat dingen vragen. Ik denk dat sommige dingen mensen niet zeggen. Want mensen hebben toch nog een schaamte over sommige dingen. Kijk eens over wat ze schulden hebben, of wat ze laaggeletterd zijn, of wat ze andere problemen hebben. Ik denk dat je dat toch een beetje heel goed moet formuleren als je die dingen op wil pakken. Ja, dat is absoluut zo. We hebben er inderdaad voor gekozen om naar de mensen toe te gaan, om met ze in gesprek te gaan en daarna nog een vitaliteitstest. Dus je probeert wel echt een band op te bouwen, hè? Dat je mensen op meerdere momenten ziet en dat je op meerdere momenten tijd voor mensen maakt. En zo toch ook met begeleide vragenlijsten, zeg maar, het gesprek te voeren met iemand. Ook om te komen tot die onderliggende factoren. Maar het is absoluut zo dat mensen niet meteen, sommige mensen wel, hè, maar al hun problemen op tafel leggen. Dus dat is en blijft hartstikke moeilijk. Maar wij proberen toch door in gesprek te gaan en te blijven. Om echt datgene wat mensen nodig hebben eruit te krijgen. Ik denk dat dat ook best veel van vaardigheden van de professionals vraagt. Want bijvoorbeeld, Dikkie vertelt altijd van, nou, laaggeletterdheid, daar praat ik vroeger nooit over. En heel veel mensen doen, heel weinig mensen doen dat, zo kan ik net zeggen. Ja. Dus het is ook een kwestie dat je vaardige professionals in welk vak dan ook hebt, om eigenlijk om dat te herkennen en op een goede manier met mensen in gesprek te gaan, om aan te geven dat het heel goed voorkomt en hoe ze de mensen een stapje verder kunnen helpen. Nou, zeker. En dat het überhaupt bestaat, laaggeletterdheid. Want dat was bij ons onder professionals ook wel eens zo van, oh, nou, dat wisten we eigenlijk helemaal niet. En wat is dat dan? En dus ook daarin hebben we wat scholingen in de wijk gedaan. Ook voor professionals, maar ook voor vrijwilligers. Ja, Gera, dat vind ik ook wel mooi om daar iets vanuit jouw optiek over te horen. Hè? Het taboe op onderwerpen en hoe krijg je dat nou ook als professional binnen je eigen scope, je eigen awareness. En hoe zorg je ervoor dat je dat kunt doorbreken binnen zo'n wijk of binnen een bepaalde doelgroep? Ja, ik weet niet of ik de persoon ben om iets te zeggen over hoe je professionals moet opleiden, hoor. Misschien dat een van de andere gesprekspartners dat beter kan doen. Debbie? Mag ik reageren? Ja, zeker. Wat wel weer leuk was, ik was vanmiddag natuurlijk bij die bewonerscommissie in Moerwijk. En die zei juist, en dat vind ik het mooie wat net ook al aangeeft, van trek nou die bewoners zelf. Want dat zijn mensen die met elkaar leven in die wijk. He, die professionals, eigenlijk is meer de vraag van wat moet je minimaal faciliteren om dat vitale proces van bewoners onderling op gang te krijgen. En ik denk dat wij heel snel toch denken van, Hoe gaan mensen aan onze eisen voldoen en aan onze normen ook inlezen enzovoort. Ik snap dat dat een opgave is om dingen helder te krijgen. Tegelijkertijd hoor ik die bewonersorganisatie ook zeggen van, joh, leg het maar bij ons, want wij zorgen wel dat we het bij elkaar krijgen en dat we het met elkaar doen.
Dus ook weer die mobilisatiekracht van die vitale gemeenschap. En dat is wel een vraag die ik ook dan heb aan, aan Suze. Van, is dat, hè, want jullie doen het wel in gesprekken waarvan je zegt, we maken gebruik van welzijn. Maar mobiliseer je ook de kracht van de gemeenschap die er al is daarbij? Dus maak je ook gebruik van die bredere groep? Dan alleen maar de groep die op dat moment doelgroep voor jullie is? Ja, we werken heel veel met vrijwilligers. En die vrijwilligers die komen ook van allerlei verschillende plekken. Sportvereniging, maar ook wijkstichting. Allerlei vindplekken van mensen in de wijk die al bestaan. Daar proberen we ook echt op aan te sluiten. Daar proberen wij zoveel mogelijk gebruik van te maken. Ik vind het wel, wel leuk om even de brug te slaan naar ons publiek. Want de chat wordt al behoorlijk volgeschreven. Veel meedenk en opmerkingen. Dus ik denk dat dat al een hele mooie rijke oogst is. Ik zat ook even wat te scrollen op de vragen. Onder andere een van Kirsten. Die triggerde mij ook wel. Het idee, Suze, dat kwam ook bij jou vandaan. Hè, van de eindgebruiker en de ondernemer meer aan elkaar koppelen. Wat is er voor nodig om dit voor elkaar te krijgen? Want zoals het ingewikkeld is... burger, professional, hoe verhoud je je tot elkaar? Is dat ook nog wel ondernemer en eindgebruiker? En wat bedoel je precies met ondernemer? Kirsten, wat heb je daarmee willen zeggen? De vraag kwam eigenlijk van mijn collega Stephanie. Zij is van zorginnovatie.nl en zij ziet heel vaak... en eigenlijk, Steven, misschien kun je dat beter zelf even toelichten... maar het tot die tijd, heb je hem al geunmute? Dan kun je hem zelf toelichten. Ja, ik kan ook bij jou eventjes erachter. Dat kan ook, ja, dat is waar. Op anderhalve meter afstand uiteraard. Wat wil je precies... Wat bedoel je met de ondernemer? Met de ondernemer, de techneut, degene die van de TU Delft komt. Bedoel je die richting? Dat is de vraag aan jou. Wat bedoel je met de ondernemer? Met de ondernemer in de zorg. Ja, dat is natuurlijk veel breder. Vandaar dat ik ook zei ondernemer in de zorg. Want we kunnen het hebben over die techneut van de TU Delft als een blinde wortel die op de zolderkamer zit. Maar we kunnen het ook hebben over de verpleegkundige die in de zorg ziet wat er gebeurt. En die denkt van hier moet iets gebeuren. En dit is natuurlijk een heel breed begrip. Maar het houdt eigenlijk in dat iedereen kan innoveren. En wat hier al een paar keer wordt aangegeven is dat je dat vooral samen moet doen. Of tenminste niet moet, maar ik hou nooit zo van het woord moeten, maar mag. Ja, laat het daar houden. Bijna wel een moeten is hoor. Ja. Het is echt bijna een moeten. Want anders dan ga je met alle ideeën die je hebt, ga je zelf al uit van... Nou, dit hier moeten we wat aan doen. Hier gaan we stappen inzetten. En dan maak je iets waarvan je eigenlijk van tevoren niet weet of het goed genoeg aansluit bij de mensen voor wie je het maakt. Dus ik zou zeggen, het moet eigenlijk wel om het samen met mensen te doen. En gewoon je idee te toetsen. Ik heb dit idee voor dit en dit probleem. Ervaren jullie dat probleem? Als je het woord moeten gaat gebruiken bij ondernemers, dan kilt je soms het innovatiekracht. Dat wordt hier ook een paar keer aangegeven. Op het moment dat je gaat zeggen, dan krijg je die afrekencultuur. En dat zorgt ervoor, het moet uit mensen er zelf komen, intrinsieke motivatie. Maar dat geldt zowel voor die ondernemer als ook die eindgebruiker. Beide zijn gelijke spelers. En het kan niet zo zijn dat je zegt van... bij de een mag het wel intrinsieke motivatie zijn en bij de ander niet. Het blijft jong en een trekspelletje uiteraard. En wat er uiteraard altijd haalbaar is op dat moment in de situatie. Hey, ja. Steve, ik merk dat jouw reactie weer enorm veel reacties heeft. Ja, dus dat is heel goed. Alsjeblieft. Kies maar. Nou, ik vind het wel mooi, want dit zijn ook wel de reacties die komen op hoe men het zelf aanpakt. Hè. Er worden verschillende methodes geplot, method design thinking, prachtig. Maar ik was zelf ook nog wel even benieuwd, hè, want het is ook altijd het zoeken van de oplossingen die eigenlijk in de systeemwereld worden bedacht. Hè. En daar zie ik er hier ook een aantal van langskomen. Hoe je daar nou ook van weet, dat je daarmee, gebeuren die oplossingen nou in co-creatie met burgers? En zien we nou wat het beste werkt? En dan ben ik even benieuwd naar jou, Gera, of jij daar ervaring in hebt. Welk startpunt, als het ware, werkt het beste?
Ja, meestal is dat veel makkelijker dan we nu allemaal misschien denken. Maar gewoon in gesprek gaan met mensen. Waar ze tegenaan lopen, wat ze nodig hebben. Ik merk dat er over dit onderwerp vaak best wel ingewikkeld gedaan wordt. Van, we hebben het dan ineens over moeilijk bereikbare doelgroepen. Mm-hmm. Maar als ik net wat oplossingen hoor van mensen, dan is het bij iemand aanbellen. En bij iemand langsgaan of meegaan. Dus vaak is het helemaal niet zo heel ingewikkeld. En is het is iemand helemaal niet moeilijk bereikbaar. Je moet alleen even in een taal spreken dat iemand je begrijpt. En dan vragen waar iemand tegenaan loopt en wat we daar dan samen aan kunnen doen. En dan samen diegene ook meenemen in de ontwikkeling. Dank je. Mooi. Ik zie hier ook een vraag terugkomen van Mark. Ik sluis hem door aan jou, Suze. Lukt het jou om in wat in één wijk of een paar wijken ook op te schalen? Dat is eigenlijk, hè, op grote schaal zie je dan namelijk ook vaak wel weer nieuwe drempels ontstaan. En wij denken hier natuurlijk vanmiddag alleen maar in mogelijkheden. Maar soms is er her en der nog wel een drempeltje. Dus de schaalbaarheid van jullie toepassing. Hè, kun je daar iets over vertellen? Ja, het gewoon doen is bij ons ook wel echt een motto, hoor. Dus bel maar gewoon aan. Maar zoals ik net al zei, hè, dat kost tijd en flexibiliteit. En je hebt daarvoor gewoon een heel sterk netwerk nodig. En ook dat kost tijd en flexibiliteit. Dus wij doen het hier wijk voor wijk. Dus elk jaar bellen wij bij één wijk aan. Is dat een beetje... Ja. Ja, nou, ik kijk ook even naar jou, Ellen. Heb jij iets te zeggen over de schaalbaarheid van jullie technologische toepassing? Ik wil eerst even, als dat mag, heel snel nog eventjes op dat community building, want daar hebben we het uiteindelijk ook wel over. En daar hebben wij dus in de coronatijd ook heel goed gemerkt, want net als onze beweegactiviteiten en kookinitiatieven en zo, die konden natuurlijk niet meer doorgaan. Toen zijn wij uiteindelijk naar de wijken, naar de mensen toegegaan. Met bewegen, met voordeurmuziek. We hebben ook een foodcar. En met die foodcar gaan we de wijk in. En dat is een hele ludiek gebeuren. Maken we een mobiel terras. Dat kan nu even niet vanwege corona. Maar dat willen we wel. De activiteiten die we nu in de wijken doen, de beweegactiviteiten, willen we straks uitbreiden met de foodcar en met het mobiele terras. Waardoor dan we mensen op een hele laagdrempelige, gemoedelijke manier kunnen aantrekken. Waardoor dan je in gesprek gaat. Dat doe je niet één keer, dan kom je ook terug. Want net als wat Dickie zei, dat klopt natuurlijk zeker. Maar we merken wel dat als je op een gegeven moment meerdere keren en je krijgt een groepsgevoel en mensen krijgen een veilig gevoel, dan haal je steeds meer naar boven en dan word je steeds slimmer. En kun je veel beter participeren en anticiperen op de problemen die er zijn. Prachtig, dankjewel. Chandra, ik kijk even ook met een schuin oog weer naar jou. Hè? Want we hebben het over betrekken, we hebben het over aanbellen, gewoon doen, uitvragen. Maar vervolgens moet het natuurlijk ook wel wat opgeleverd worden. En willen we eigenlijk ook nog wel dat we dat een beetje kunnen meten. Hebben jouw gesprekspartners daarin ervaring? Wil je hem op onmute zetten? We kunnen je niet horen, Chandra. Sorry, had ik hem eindelijk netjes uitgedaan, vergeet ik hem. Ik zou zelf aan Ellen en Suze willen vragen. Jullie zijn succesvol geweest om mensen te bereiken die normaliter niet als makkelijk te bereiken worden gezien. Het is gewoon gelukt om achter de voordeur bij mensen te komen die normaal niet zo snel aan een interventie zouden meedoen. Het is via de groepsaanpak gelukt. Maar hoe hebben jullie nou gemeten dat het ook effectief is? Hoe doen jullie dat? En misschien dat Gera daarna er nog iets over zou kunnen zeggen. Suze? Ja, dat is altijd een hele lastige, ook omdat de gemeente wel bepaalde doelstellingen heeft. Hè. Wij hebben hier vooral gezegd, blijf in gesprek. Dus dat gewoon aanbellen, gewoon doen. Blijf gewoon in gesprek met mensen. Ook de mensen die je
al geholpen heb, dus die naar bepaalde programma's of naar andere professionals doorverwezen zijn, blijf in gesprek met deze mensen. Zo kan je je programma's bij blijven stellen en blijven organiseren naar behoeften. En wij gaan zelf veel uit gewoon van de cijfers uiteindelijk van de GGD. En wij hopen dat mensen een beter positieve gezondheid ervaren. Wij blijven in gesprek met mensen en de GGD meet op de factoren van positieve gezondheid. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat het ook belangrijk is dat je de gemeente en dan met name de raad, verwacht ik, maar in ieder geval dat ook, of in overleg met de wethouder, dat het heel belangrijk is om te spreken over wat ga je nou meten, wat zijn nou haalbare doelen. Want anders worden de doelen misschien wel zonder jou gesteld. En zijn er doelen die niet haalbaar zijn. Hebben jullie daar iets specifieks op gedaan in ons? Nee, we hebben daar niks specifieks op gedaan in ons. Maar we hebben wel gezegd, wij willen datgene doen wat mensen nodig hebben. En daar sluit de wethouder ook heel erg op aan. Dus naar mensen toe gaan om aan te bellen, om te vragen, wat hebben jullie nodig? Dat is gewoon echt het grootste doel hier. Ja. Dus, maar de wethouder is in ieder geval ook draagvlak voor jullie aanpak. En die zou het inderdaad natuurlijk meenemen en aan de orde stellen. Ja, klopt. Doe bij Ellen? Wij hebben gelukkig een kritische gemeenteraad en een kritische gemeente. Dus we hebben een regiegroep binnen de gemeente waar we om de 6 weken een overleg mee hebben. Dan is er altijd een moment van evaluatie. Dan leveren we ook cijfers aan van aantallen deelnemers, maar ook de evaluatieformulieren die we gebruiken om te kijken van goh, wat hebben mensen bereikt. Maar nou moet ik wel eerlijk zeggen dat ik veel meer geïnteresseerd ben in wat doet het echt met de mensen zelf als die cijfertjes. Die cijfertjes die horen erbij, die leveren we ook aan. We zien ook wel, net als bij Sociaal Vitaal, die groepen zie je groeien. Waardoor dan we uiteindelijk weer moeten uitbreiden met extra groepen. Dat zul jij misschien ook wel herkennen, Suze. Dat is voor mij in ieder geval het grootste compliment. Want het is toch een mond-op-mond reclame. Het is hier een kleine maatschappij. Dus mensen horen het van elkaar. Waardoor dan mensen ook weer enthousiast worden. Dus die groepen die worden steeds groter en steeds meer groepen. Dat geldt ook voor andere activiteiten en interventies. Maar vooral het verhaal erachter. Want vooral bij het Sociaal Vitaal. Dat sociaal staat bij ons met een dikke hoofdletter, want na de beweegactiviteiten, dan komen pas de verhalen, dan merk je pas hoe dat je mensen ook uit eenzaamheid trekt. Ja. Ook al doe je maar 1 of 2 keer in de week een beweegactiviteit, we zien dus ook dingen ontstaan dat mensen samen afspreken, dat zul jij misschien ook wel herkennen, Suze, waardoor dat je weer eigenlijk aparte communitytjes krijgen, waardoor mensen zelfredzamer worden. Dat is ook echt die bijvangst. En uiteindelijk vind ik dat een veel mooier resultaat als de aantallen die ik bij de gemeente presenteer. We hebben nog 7 minuten. Dit onderwerp maakt heel veel los. Merken we in de chat hè, van de believers om toch nog wel wat meer die blauwe kant te pakken. Tot de believers die zeggen af van al dat meten. We gaan alleen nog maar de verhalen vertellen. En ik vind deze wel heel mooi van Lianne van der Wijs van Robuust. Tellen en vertellen, meetbaar en merkbaar. En ik wil heel even kort, kijk ik naar jou Gera, maar ook naar jou Debbie. Kunnen jullie allebei zo in een halve minuut vanuit jullie scope aangeven hoe jullie naar die hele meetdiscussie kijken? Ja, zeker. Dat is wel een belangrijk deel van mijn werk natuurlijk. Inclusief onderzoek noemen wij het dan. En dat gaat erover dat je niet alleen maar dat iedereen in theorie mee kan doen met je onderzoek, maar dat je ook echt moeite doet dat bepaalde groepen mee gaan doen met je onderzoek. En dat je er daardoor voor zorgt dat ook mensen met laaggeletterdheid je vragenlijst in kunnen vullen of niet zelf in kunnen vullen, maar dat je ernaast gaat zitten en dat je het samen invult. Het is belangrijk om dan eerst te kijken wat is het doel van het onderzoek. Hè? Als de gemeente moet weten of ze door kunnen gaan met je interventie omdat ze effectiviteit willen aantonen, moet je toch echt iets met die cijfertjes gaan doen. Maar vergeet inderdaad nooit de verhalen daarachter, het kwalitatieve onderzoek. Dat is
dat is ook onderzoek en dat is juist ook heel belangrijk om een interventie weer verder te verbeteren en te horen van mensen wat ze ervan vinden en wat ze denken dat er nog beter kan. Chandra noemde net nog dat je moet nadenken eerst over wat het doel ook van de interventie is en wat je daar dan van nodig hebt. Maar wat ik een mooie oplossing vond, was wat Suze zei. Dat je aan mensen eigenlijk zelf vraagt van waar ze hulp bij nodig hebben. En dat je dan een meer algemenere maat gebruikt als positieve gezondheid. Maar het kan ook ervaren gezondheid zijn. Want als je mensen helpt ergens mee, dan zullen ze al snel zich ook gezonder en beter gaan voelen. Dus als je dat dan gaat meten, laat je eigenlijk goed zien wat je interventie doet. Heel mooi. Dankjewel. Dat zijn hele mooie reflecties ook. Debbie, heb jij daar in het kort nog iets aan toe te voegen? Of... Nou, ik denk dat het ook in die co-creatie weer een onderwerp van gesprek is. Van hoe kijken we daar met elkaar ook naar? Ik bedoel, we hebben natuurlijk als gemeente, vanuit gemeentelijk perspectief, behoefte aan meten, vanuit de zorg ook wel. Maar uiteindelijk in die co-creatie ook weer van, waar kijken we met elkaar dan naar? En weet je, vaak weten we ook dat de ene interventie misschien wel een gestapelde interventie is als het echt om het effect gaat. Want het is nooit één ding dat bepaalt dat het een uitkomst heeft. Dus volgens mij is dat ook de kunst met elkaar van waar doen we het voor? Dus niet alleen maar meten om te meten, maar juist inderdaad welk doel dient het dan? En daar kan je het prima ook in die co-creatie met elkaar over hebben. Chandra, dan wil ik graag naar jou toe. Hè? Want jij als ervaren projectleider bij Pharos. Heel veel van de onderwerpen die we vanmiddag hebben behandeld zullen jou bekend voorkomen. Maar toch vind ik het wel leuk om eigenlijk van jou de wrap-up te horen. Wat neem jij nou mee aan lessen van dit gesprek van vanmiddag? Ja, ik vind het zijn hele mooie voorbeelden waar we het over hebben gehad. Ik word er heel vrolijk van, ook van het enthousiasme van de projectleiders ervoor. En ik denk dat dat ook super belangrijk is. Ik heb twee dingen waar ik die me speciaal op zijn gevallen. Dat is de rol van de mensen in de wijk zelf. Dus het ervoor zorgen dat de mensen enthousiast zijn om mee te doen, zorgt ook voor eigenaarschap bij de mensen. En dat werkt vooral als je echt met ze samenwerkt vanaf het begin. Dus dat is één ding wat me ook hier weer toch weer opvalt. Mm-hmm. Overigens hebben we daar een mooie whitepaper over geschreven. Over het samenwerken met de mensen waar het gaat. Die wordt nog nagezonden naar alle luisteraars en vragenstellers. Het andere wat ik heel nadrukkelijk hoor is de noodzaak dat professionals goed samenwerken over de domeinen heen. Om daadwerkelijk de mensen te kunnen helpen. Want dat is waar het uiteindelijk over gaat. Dat het daarvoor heel belangrijk is dat de professionals goed aandacht hebben voor achterliggende factoren. En zich dus bewust zijn van het feit dat misschien ook wat van buitenaf als een ongezonde leefstijl wordt gezien. Heel vaak door achterliggende oorzaken moeilijker is. En als je daar wat aan doet aan die achterliggende factoren, is het makkelijker om andere stappen te zetten. Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb langs horen komen politiek draagvlak. Ik hoor over de domeinen heen. Kortom, een heleboel van de 9 principes die nodig zijn om tot een effectieve en duurzame aanpak van gezondheidsachterstanden te komen. Ook daar is een mooie publicatie van verschenen en die komt ook naar jullie toe. Maar ik denk eigenlijk, want ik ben alweer te lang aan het woord. Ja. Wat vind Dikkie eigenlijk het belangrijkste? Welke tips zou jij willen geven aan de mensen die op een goede manier willen samenwerken met mensen zoals jij en andere mensen om wie het gaat? Zeg maar in gesprek met ze gaan. Kijken wat ze nodig hebben. Zeg maar. Als je bij ze thuis komt, of altijd kijken wat je ze kan helpen. Als je mensen thuis komt, met het gesprek aangaan, maar eerst te vragen wat wil je zeg maar doen, gezondheid of wat je schulden hebt, dat je daar iets aan met elkaar in gesprek kan gaan. Of vragen want kijk eens, je gaat naar tegenwoordig naar de digitale wereld, misschien kun je vragen, kom je wel eens op een computer en zo kun je elkaar, en dan krijg je wel af en toe het band een beetje los, wat je met elkaar in gesprek kan gaan. En dan kom je ook gauw met elkaar verder in gesprek. Prachtig. Ja. Nou, dat vind ik echt een supermooie mooie weergave zo. Dankjewel, Dikkie. En ook bedankt voor de openheid die je ons hebt willen geven vanmiddag. Maar ook Suze en Ellen, heel erg bedankt. Geer,
Gera, Chandra en Debbie uiteraard ook super bedankt. De chat loopt nog steeds vol. Wat wij gaan proberen is om de grote lijn daaruit uit te halen en jullie daar ook op terug te koppelen. En we sturen, zoals Chandra al aankondigde, nog een aantal documenten na. Ik vond het een heel mooi uurtje zo. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben en toch een aantal dingen zelf ook weer meenemen in jullie eigen praktijk. Dank jullie wel. Dag. Bedankt. Nou, volgens mij ga ik in ieder geval even, want Suze die moest om 4 uur weg. En volgens mij is het nu 4:01. Dus in ieder geval vast ontzettend dankjewel. Maar misschien dat Kirsten daar ook wel iets op wil zeggen. Want ik neem nu ja, voor. Precies. Ik dacht, ik wacht gewoon even tot langzaam iedereen een beetje wegdruppelt. En dank nog even iedereen achteraf. Echt, wat een gesprek, jongens. Echt fantastisch. Heel erg mooi. Ja, dus dank aan jullie allen. Ik weet niet of Angelique er nog is. Nee, volgens mij niet. Maar ik vond echt hoe het zo heel mooi van die methodologieën het moet die motivatie echt zijn, naar die methodologieën ging en weer terug ging. Nou, ik vond het echt heel mooi. Het ging super organisch. Mega mooi. Mega bedankt. Jullie krijgen het verslag en mogelijk dat ik ook nog bij jullie terugkom als er specifieke vragen echt nog onbeantwoord blijken. Want dat lijkt me goed om daar dan dieper op in te gaan. En hoe we dat dan gaan doen, dat weet ik nog niet. Dickie en Chandra, jullie moeten heel hard lachen. Wat is er zo? Ja, er ging hier iets mis er stond iets voor jullie scherm, zeg maar, waardoor wij dachten, help, wat gebeurt er allemaal? Maar we zijn... Nou, hartstikke goed. Hey jongens, Kirsten, super bedankt. De vragen uit de chat. Want ik probeerde het een beetje mee te lezen, maar dat ging zo snel. En ik wilde ook heel goed opletten. Krijgen wij die nog? Want of kan je die downloaden? Of? Ja, ik heb ze net gesaved. Oké. En ik ga ze proberen een beetje te bundelen, want sommige vragen lijken heel erg op elkaar. Ja. Dus die komen dan nog jullie kant op. En hopelijk kunnen we daar dan iets mee. Maar misschien zijn er ook sommige vragen waar we niet iets mee kunnen. Direct, met een antwoord. En dat lijkt me eigenlijk nog mooier. Want dan kunnen we daar langzamerhand vervolg aan geven. Ja. Dan kunnen we namelijk in die groep gaan teruggeven. Nou, hier willen we een antwoord op gaan vinden. Wie vindt het leuk om met ons op zoek te gaan? Ja, oké. Okay, ik moet echt gaan nu. Bedankt. Wel, ik vond het heel leuk. Bedankt allemaal. Kei leuk. Uit Brabant hier. Jongens, dank jullie wel. En tot de volgende van mij. Doei.